Guess who's back, back, back again, again. Shady's back, back, tell a friend. Alright, stop. Jay, wat ga jij doen voor je spreekbeurt? Nou, jongen, ik weet nog niet. Misschien over de Inca's, de blauwe vinvis. En jij? Nou, over het allermooiste gebouw van heel Nederland. Ah, de Euromast. Nee, jongen, over de Oosterscheldekering natuurlijk. Wist jij dat architecten over de hele wereld naar Nederland komen om precies die Oosterscheldekering te zien? Wow, jongen, Oosterscheldekering rules. Ja. En wat ga je dan vertellen, man? Over de ramp? Ja, tuurlijk, jongen. Over de Delta werken, weet je, over Neeltje. Neeltje? Ja, Neeltje Jans, je weet toch? Wie is Neeltje Jans? Ja, Neeltje Jans, dat is zo echt zo'n werkeiland, weet je, in de Oosterschelde. Dat hebben ze gewoon speciaal gebouwd en hebben ze echt heel veel van die pijlers gemaakt. Wow. Ja, maar wie is dan die Neeltje Jans? Weet ik veel. Misschien was het die chick van die architect of zo. Appa, jongen, supervet. Is ze gewoon een eiland naar je genoemd? Ja, jongen. Want kijk, volgens mij was ze gewoon heel erg mooi, weet je, die Neeltje. Ja. Kijk, en als je een chick wil versieren, dan moet je gewoon een eiland naar haar noemen. En dan wil ze wel. Ja, oh, wacht even. Maar stel je nou voor dat die Neeltje Jans opeens zegt... Ja, leuk dat je een eiland voor me gebouwd hebt, maar ik ga toch niet met je uit. Sta je daar met je eiland? Maar dat kun je toch niet maken als die Neeltje? Kom op. Ja, maar andersom kun je van Neeltje toch ook echt niet gaan verwachten dat ze per se met je uitgaat, omdat jij een eiland voor haar hebt gebouwd. Nee, heb je gelijk, weet je. Kijk, er moet wel een klik zijn, weet je. Anders wordt die Neeltje is dan te makkelijk, weet je. Hé, maar Jay, voor wie zou jij een eiland bouwen? Ik? Voor niemand, jongen. Niet? Nee, jongen. Want stel dat die Neeltje Jans dan zegt, ja, dan ga ik wel met je uit. Dan weet je nooit of ze het voor jou doet of vanwege dat eiland. Ja, je hebt gelijk, jongen. Want kijk, als je er niks geeft, dan weet je dat zij om jou geeft. Juist hem. Ja, jongen, want misschien was die Neeltje gewoon een golddigger. Hé, hey, Saïd. Of ze was gewoon zo mooi, zo knap en betoverend, weet je, en mooi. Saïd, Saïd. Serieus, ben je nou verliefd op een werkeiland? Doe normaal, jongen. Ben je gek of zo? Hou op, jongen. Jongen, je kan het niet alleen maar over die Neeltje gaan hebben. Hey, je moet ook iets zeggen over de Oosterschelde. Ja, je hebt gelijk, jongen. Kom, we gaan naar huis en ik ga alleen maar over de Oosterschelde lezen. Juist, kom, box. Saïd. Saïd is mijn mattie. Hé, maar Jay, volgens mij is Neeltje nu ongeveer 85. Neeltje, jongen, ik wil niet meer horen over die Neeltje. En weet je... Saïd, misschien moet je gewoon Oosterschelde verkering aan de vragen. Die is goed, jongen. Kom. Ken je dat?